Een hele goede middag op het Jagerbus Zijde. Hier achter in de tramweg. Hier achter ons gaat het feest beginnen. Zo, nou, vandaag gaan we in ieder geval toeren met de tram hier eventjes door Utrecht. En ja, nu ga je naar IJsselstein. Wat leuk is, ze hebben hier de tram allemaal vernieuwd. En als cadeau van UOV en Q-bus mag je nu iedereen 2 weken gratis met de tram hier. We gaan het even uitproberen hoe de tram zijn en hoe de lijnen zijn. Ik heb er in ieder geval zin in. De tram die komt er zo aan en dan gaan we op richting Nieuwegein. Welkom bij UOV. Deze tram rijdt naar Nieuwegein. Met deze tram gaan we naar Nieuwegein Zuid. We zijn nu aangekomen in Nieuwegein Zuid, één van de 2 eindpunten van de Utrechtse tram. We gaan nu terug met deze tram naar Nieuwegein Centrum. Ja. De tram naar IJsselstein, maar die tram gaan we naar IJsselstein. Nou, het comfort eigenlijk van deze trammen. Ja, dat zijn buitenstoeltjes. Deze trammen zijn van de fabrikant CAF. Bekend van SNG, maar SNG zijn net SNG-stoelen. Maar ik heb er wel vroeger op gezeten, maar zelf voor deze afspraak, wat we nu doen, valt nog te doen. Maar als je van Utrecht helemaal naar huis stapt, al sinds 3 kwartier, raad ik je af om echt tussendoor even een pauze te nemen. Je ziet hier ook lang deze route echt heel veel van die oude Aalps. Dat vind ik echt geweldig. Heb je net geprobeerd dat je echt op een spoorlijn rijdt, maar het is toch een tramlijn, maar toch leuk. Zo, eindpunt nieuwe IJsselstein Zuid, hier is de tram. Leuk watertje hier en een brug. Ik zeg als het mooi weer, als ik zeg het duik, nee, dit is een sloot, dit is vies. In ieder geval was het lekker hier. Het was wel leuk. Leuk eventjes een paar minuutjes. We gaan nu weer hier de tram in. Leuk uitgangspuntje hier. Naar Nieuwegein Zuid met deze tram. Zo, we zijn aangekomen in Nieuwegein Centrum. Ja, Nieuwegein City, een stadcentrum. Die gaat zo weg, we gaan die even spotten en daarna gaan we zo naar door richting Centraal. Zo, we zijn aangekomen nu op de halte Zuilenstein. Wat de fuck moeten we hier? Ja, gewoon even random halte uitstappen en we gaan hier eventjes trams spotten. Mond houden. Terug op de halt. We gaan nu weer in de tram nemen naar Utrecht Centraal. En dan zit het avontuur voor de UOV-tram vandaag erop.
Zo, we komen nu bijna aan in Utrecht Centraal. Maar wat leuk is, sinds dat ze de lijn hebben vernieuwd, rijdt deze tram ook door nu naar Science Park, wat vroeger een aparte lijn was. En we gaan nu ook van de ene kant naar de andere kant van het Centraal Station. Dus daar gaan we nu mee. We gaan dus van Jaarperszijde naar de Centrumzijde. Op Utrecht Centraal Centrumzijde, dus de andere kant van het Centraal Station. Wat leuk is, op deze twee sporen vertrek ik de tram naar de Uithof. En deze buitenste sporen zijn gebruikt voor de tram naar de andere kant. Dit is Centrumzijde, de andere kant van de jaarbus van het Centraal Station. Dit was de dag en dit was het. Ja, de volgende mij de gratis tram. Ik wil even zeggen bedankt voor het kijken naar deze vlog. En een duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en tot de volgende video. Later.